Uh, ik heb sowieso geen koud hart. Dus kijk, dus stel, maar het ligt er ook aan welk vak van criminaliteit. Stel, ik ben een drugsdealer. Oké, okay, nu een prik komt naar me toe. Dus iemand aan wie je verkoopt. Nou, hij zegt, eh, deze keer, ik heb echt niet, maar ik heb nodig, bro. Ik ga gewoon naar je kijken, Ik ga denken, hey, weet je wat, neem dat ding. Is dom, want zo gaan ze je vinden. Of bijvoorbeeld, ik zal iedereen vertrouwen. Ik vertrouw mensen gewoon. Als jij zegt van, hey bro, ik ga het 100% voor je fixen. Ik ga denken, weet je wat, waarom zou je hier hierom? Nog steeds? Heb je dat nog steeds? Mm -hmm. Oh, wauw man. Ja. Plus. Ik zou niet achter mijn dingen gaan. Dus als iemand van me heeft genakt, ik zou denken, hey, weet je wat? Hier achteraan gaan. Oorlog kost ook geld. Het is gevaarlijk. Weet maar je wat? Fokker. Ik moet zeggen dat ik denk dat je nu sowieso denkt vanuit een helder perspectief. Hè? Ja. Ik denk bro, als je in die positie zit en je wordt drie keer genakt. Ja, je kan jezelf één keer laten nakken, twee keer ja. misschien. Maar op een gegeven moment is het ook van, oké, okay, je moet retaliëten. Want anders zien de optie je ook als... Ja. Chips. Ja, dus ja, ik weet niet. Weet je waarom? Weet je, daarom gewoon lekker wit geld verdienen. Dus daarom. Ja, dat is toch wel. Altijd als ik met guys in, in de hoed ben, hè, of nou niet in de hoed ben, maar met die guys van hoed ben. Ik zeg ze altijd: doe geen gekke dingen om mij, want ik betaal belasting. Ik ben niet met politiedingen. Ik snitch. Nee, toch, <laughs> <laughs> hey, bro? bro. ze zo... snitchen? Hé, hey, bro, ga geen dingen doen waar ik bij ben. Dus nu, dus nu die man zit in jouw merrie van. Nu wordt gehouden. Er is een kanoe daar. Nee, maar kijk, bro. Hij moet gewoon zeggen, het nee, is hij, van mij. hij zou dat moeten, maar hij doet het niet. En dan? Hij moet het zeggen, man. <laughs> <laughs> ik Anders heb een kind, het. man. <laughs> ik heb een kind. Mijn kind is vijf maanden, maar ik laat haar takken voor me. Snap je? Van, hé. je toch? Nee, man. Wat zou jij doen? Je bent met een guy uit je buurt. Hij heeft iets in de auto wat jij niet weet. Jullie worden gepakt. En dan? En hij zegt niet dat het van hem is. Kijk, is niet... hij hoeft het ook niet... Ik heb ook niet van, hij moet het meteen... Oké, het okay, liefst meteen. Maar hij gaat het niet meteen zeggen. Hij gaat het hmm. misschien nog... Maar als hij... Op een gegeven moment ziet het van, hé, we kunnen allebei bijzins spreken, hè? Voor dat ga je er niet krijgen, maar we kunnen bijzins spreken allebei drie jaar krijgen. Mm -hmm. En je denkt nog steeds iets van, hé, Sang, ik moet deze dag Goen wel eruit halen, nee. dan ga ik jou erin zetten. <laughs> <laughs> Snap je? Jij wil mij niet eruit halen, ga ik ja. jou erin zetten. Want ja. kom op, nou man, we ja. moeten ja. helder nadenken ook, man. Dat hele ding van je trots halen van, nee man, ik zou niet, bro. Fuckarin nee, man. Als man. ik drie jaar moet zitten en het is inderdaad wat jij zegt, jij zet mij in die situatie. Dat is jouw verantwoordelijkheid Zeker. en jij, jij houdt mij erin. Bij wijze van spreken. Ja. Fysiek eigenlijk, hè? Mm. Ik zeg van, hij is niet van mij. Dan, dan is het vrijwel zeker dat hij van... Hè? Nee, maar van, hij, hij zegt ook, de... het is niet van hem. Wat bro, hier nu de, kijken jullie elkaar aan. Hier doe je Hij, een uh, Mattie van hem had iemand gejukt of zo. Diegene is overleden. Onontie ging niet snitchen. Die man gaat gewoon drie, vier jaar naar binnen. Of drie jaar of zo. Maar hij is uiteindelijk vrijgesproken. Ja, fuck die shit. Maar, nee, maar in dat opzicht zou ik ook niet snitchen, man. Wat? In dat opzicht zou ik ook niet... Ja, nee, die, die, die vind ik weer lastig, man. Gevaarlijk ja. rondom rondom mij, bro. Ik vecht zelf, ik vecht niet eens. Ja, oké, okay, maar dus, oké, okay, dus Ononti was erbij. Ja. Samati heeft toch gestoken? Ja, Samati heeft iemand gestoken. Zijn heeft iemand gestoken? Is overleden. Ze zijn allemaal opgepakt. Dit was ook met MAD. Ja, bro. Ja, ja, man. Dat was, dat was. Oh, uh, hij heeft niet gestoken. Nee, hij, ze hebben iemand in elkaar oh, geslagen auto, die is overleden. Zijn auto of zo was. Ja, zoiets. Oh, ja, heeft in elkaar, ze hebben iemand in elkaar geslagen die, volgens mij is overleden. Uh, maar hij heeft uh, daarvoor moeten zitten, man. Ja, okay. Omdat iedereen op, op iets was van: jou, zwijgrecht. Weet je wat gewoon het beste is, jongens? Als je gewoon... gewoon werken voor je geld. Gewoon werken voor je geld. Werken voor als je je geld. gewoon omringd met types waarvan jij denkt: van ja, man, zo sta ik ook in het leven. Want... Het is het niet waard in, in Joe. Zitten. Maar ja, dat hoef ik jullie Want... allemaal niet te vertellen lo lo Loont criminaliteit ja of nee? <laughs> aan het einde van de dag niet. Weet je wat het is? In het begin wel? There is, there is, het is begin al... van de dag wel. Er is vraag en aanbod. En we gaan door. Uh, hey maar, wat was jouw bijban? Wat waren jouw bijban? So, okay.